Eindexamen VWO 2013-2014. En we gaan kijken naar het eerste onderwerp, en dat is tsunami. En vraag 1 vraagt aan ons om een schatting te maken van de totale zwaarte-energie van al het water in een tsunami-golf. En we krijgen de gegevens van de tsunami-golf, de lengte, de breedte en de hoogte. En we moeten nagaan of de zwaarte-energie minder of meer is dan een halve petajoule. Ja, hoe gaan we dat aanpakken? Dan moeten we natuurlijk eerst eventjes de formule van zwaarte-energie opschrijven. En die formule luidt dat de zwaarte-energie gelijk is aan de massa van het voorwerp maal g maal de hoogte. Nou, dan moeten we even gaan kijken welke van die drie weten we nog niet. Nou, over g wordt niks gezegd, dus we mogen ervan uitgaan dat dat 9,81 meter per seconde in het kwadraat is. Ja, de massa en de hoogte, daar moeten we even wat nader naar kijken. Van de golf hebben wij gekregen de dimensies, dus we kunnen het volume uitrekenen. Hoe komen we nu van massa of van volume naar massa? Ja, daar hebben we een formule voor natuurlijk, en daar hebben we de dichtheid voor nodig, de dichtheid van zeewater. En de formule luidt dat de massa gelijk is aan de dichtheid maal het volume, oftewel de dichtheid maal de lengte, maal de breedte, maal de hoogte. Nou, die lengte, breedte en hoogte weten we. De dichtheid zoeken we even op. Als je het helemaal netjes doet, dan zoek je de dichtheid van zout water op. Die is 1024 kilogram per kubieke meter. En dat moeten we dus vermenigvuldigen met de lengte maal breedte maal hoogte van die tsunami-golf. En dan moeten we natuurlijk opletten dat we die lengte, breedte en hoogte in meters invullen. Dus 150 kilometer, 150.000 meter. Maal 1200 maal 10 tot de macht 3 meter. En de hoogte is 1,8 meter. Dit kunnen we uitrekenen en dan krijgen we de massa van die hele berg, en die is 3,32 maal 10 tot de macht 14 kilogram. Nou, dan hebben we de eerste component hebben we te pakken. Hoe zit het met de hoogte? Hoe hoog is de tsunamiberg? Welke hoogte moeten we pakken? Je zou misschien geneigd zijn om als hoogte 1,8 meter te pakken. Maar dan moet je natuurlijk niet vergeten dat er maar een heel klein gedeelte van al dat water van die berg 1,8 meter hoog zich bevindt. Al het andere water bevindt zich eronder. Het is veel beter om als hoogte te pakken de hoogte van het zwaartepunt van die hele golf. En het zwaartepunt bevindt zich natuurlijk halverwege, want we hebben hier te maken met een blokvormige golf. En het zwaartepunt bevindt zich dus op 90 centimeter. En dat is ook de hoogte die we in gaan vullen. En nu kunnen we EZ uitrekenen. EZ is gelijk aan 3,32 maal 10 de macht 14 kilogram maal 9,81 maal de hoogte 0,90. En als je dat uit gaat rekenen, dan komt er uit 2,9 maal 10 tot de macht 15 joule. Nu moeten we dat nog gaan vergelijken met een halve petajoule. Is het meer of minder dan een halve petajoule? Ja, dan moeten we even in de BINAS kijken. De afkorting peta, waar staat die voor? Die staat voor 10 tot de macht 15. En dan is dus de conclusie dat hier staat 2,9 petajoule, zoveel energie heeft die golf, dat is duidelijk meer dan een halve petajoule. Dus de conclusie is dat we hier over een tsunami kunnen spreken. Vraag 2. Bij vraag 2 wordt van ons gevraagd om uit te leggen waarom de tsunamigolf niet van hoogte verandert terwijl die zich voortbeweegt. Terwijl een golf die je krijgt als je bijvoorbeeld een steentje in het water gooit, zo'n golf, daar zal de amplitude, de hoogte, zal in de loop van de tijd steeds verder afnemen. Nou, hoe kun je dat het beste doen? Kijk even naar het plaatje aan de linkerkant. Op een gegeven moment zal er zo'n golffront zijn ontstaan. En omdat de golf zich naar buiten beweegt, vanuit het middelpunt naar buiten beweegt, zal na verloop van tijd de golf er zo uitzien. Zal zich verplaatst hebben en zal zich verder van het midden hebben bewogen. Het is duidelijk dat bij de gele lijn dat die lijn langer is dan de rode lijn. Dus alle energie die eerst in die rode lijn zat, wordt nu verspreid over een groter gebied. En wanneer de energie verspreidt over een groter gebied, dan krijg je per meter krijg je minder energie. En minder energie leidt dus tot een lagere amplitude. Als je dat nou vergelijkt met de tsunamigolf aan de rechterkant,
Dan zie je hier de rode lijn hier weergegeven, een golffront op een bepaald tijdstip. En een tijdsperiode later zal dat golffront zich verplaatst hebben naar rechts. En dan krijg je die gele lijn. En je kunt concluderen dat die twee lijnen vrijwel even lang zijn. En dat daardoor de energiedichtheid ook even groot is. Wat inhoudt dat de amplitude redelijk constant zal blijven. Vraag 3. Bij vraag 3 is de vraag, leg uit waarom als die tsunamigolf dichter bij de kust komt, de amplitude zal toenemen en de golf smaller zal worden. Hoe gaan we dat aanpakken? Nou, gelukkig krijgen we nog een formule erbij die we kunnen gebruiken. En die formule geeft aan hoe de snelheid verandert als de golf zich begeeft op een ondieper gedeelte van de zee. Hoe ondieper de zee zal worden, hoe lager de golfsnelheid wordt. Nu is die top van die golf is een onderdeel van een golflengte. Als de snelheid lager wordt, omdat de diepte lager wordt, dan zal dat inhouden dat ook de golflengte kleiner wordt. Want de frequentie, daar verandert niet veel aan. De golflengte wordt ook kleiner. En als de golflengte kleiner wordt, dan houdt dat ook in dat zo'n golfberg smaller wordt. Nou, dan hebben we de helft al gedaan. De berg wordt smaller. Maar hoe zit het nou met de hoogte van die golfberg? Uiteindelijk is de hoeveelheid water die in zo'n berg zit, is continu. Of is gewoon een constante hoeveelheid. Als de berg smaller wordt en je wil nog steeds evenveel water erin, dan kan dat alleen maar door de berg hoger te maken. En berg hoger houdt natuurlijk in dat de amplitude toeneemt. Amplitude wordt groter. Ook vraag 4 gaat over de tsunami. En bij vraag 4 wordt gesteld, stel er vindt een aardverschuiving plaats op 2500 kilometer van een bepaald meetpunt. En ze geven nog de diepte van de zee, nou die gaan we daar natuurlijk gebruiken. Dan blijkt er ook een schokgolf door de aarde heen zich vanuit het midden van de aardverschuiving te bewegen over de aarde. En de snelheid waarmee die schokgolf zich beweegt is 2 keer de snelheid van geluid door steen. Nou, dat is natuurlijk een hint. Dan moeten we even opzoeken wat de geluidssnelheid is in steen. En dan kun je in de binas opzoeken. En dat blijkt 3,6 maal 10 tot de macht 3 meter per seconde te zijn. Nu is de snelheid waarmee de schokgolf door de stenen beweegt 2 keer zo groot. En die is dan dus 7,2 maal 10 tot de macht 3 meter per seconde. Nou, die gaan we daar ook nodig hebben. Kunnen we ook de snelheid berekenen van waarmee de golf zich verplaatst, de watergolf? Dat kan natuurlijk ook, want we hebben deze formule nog steeds. De snelheid is de wortel van g maal d, geeft 9,81 maal 3 maal 10 tot de macht 3. En als we daar de wortel van berekenen, dan komt er uit 172 meter per seconde. Dat is de snelheid waarmee de watergolf over het oppervlak van de aarde zich beweegt. Nu willen we het tijdsverschil tussen het waarnemen van beide schokgolven berekenen. Ja, dan moeten we even eerst uitrekenen hoe lang doet elk van beide schokgolven over om van de aardverschuiving naar het meetpunt te komen. En dat doen we met de vrij simpele formule. X is V maal T. En dat gaan we 2 keer doen. 1 keer voor de schokgolf. En 1 keer voor het water. En bij allebei gaan we uitrekenen hoe groot de tijd is dat hij erover doet, de golf, om die 2500 kilometer te overbruggen. Nou, dus we schrijven even de formule om. T is dan X delen door V. En bij de schokgolf is x zoveel meter, 2,5 miljoen meter. De snelheid waarmee de schokgolf zich beweegt is
7200 meter per seconde. En als je die op elkaar deelt, dan krijg je de tijd dat hij erover doet. En dat is 347 seconden. 347 seconden na het ontstaan van de aardverschuiving zal de schokgolf het meetpunt bereiken. Hoe ziet het met het water eruit? Het is dezelfde formule. T is x delen door v. Het is dezelfde afstand, 2,5 miljoen meter. Alleen v is nu een stuk kleiner, want het water gaat maar 172 meter per seconde. Een stuk langzamer dan de schokgolf. Daar doet hij over 14.573 seconden. Nou, hebben we bijna het antwoord natuurlijk, want we willen het verschil weten. Hoeveel eerder komt nou de schokgolf aan dan het water? Dan moeten we de beide tijden even van elkaar afhalen. En als je dan let op de significante cijfers, dan komt er uit afgerond. Er komt uit 14.226 seconden, maar afgerond is dat 4 uur. Je mag het ook in seconden laten staan, maar mag ook als 4 uur. Opdracht 5. Bij opdracht 5 krijgen we een grafiek, een meetgrafiek van de hoogte van het water onder een bootje, terwijl dus het tsunami onder het bootje doorschiet. En de vraag is, leg uit of er eerst een golfdal of een golfberg arriveert. Nou, dan moeten we natuurlijk wel eerst gaan bekijken waar gaat het gebeuren, waar komt nou die tsunami aan, dat is op dit punt. Hiervoor ligt het water stil. Hier gaat iets gebeuren. Wat gebeurt er als je goed kijkt? Want je ziet dat de as ons de kop staat. Maar als je goed kijkt zul je zien dat de waterdiepte onder de boot afneemt. Dus de boot zakt naar beneden toe. Wat inhoudt dat er dus eerst een golfdal langs moet komen. Want de diepte neemt eerst af en daarna pas toe. Opdracht 6 gaat ook over de tsunami. En in opdracht 6 is de vraag, geef een schatting voor de golflengte van de tsunamigolf op het moment dat hij onder het bootje vandaan doorschiet. Het bootje wat dan voor de kust van Phuket ligt. En om dat te kunnen doen moeten we de grafiek nog een keer gebruiken. En we moeten twee gegevens uit die grafiek halen. Het eerste gegeven is de diepte van het water. Nou, als er niks gebeurt kun je in de grafiek zien dat het 12 meter diep is. Nou, die waarde gaan we daar meenemen. En als tweede kunnen we ook uit de grafiek halen hoe groot de trillingstijd is van deze golf. En dan kun je op twee manieren doen. En het antwoordmodel rekent het allebei goed. Je kunt namelijk zeggen, ik pak de eerste volle golf. Die begint ongeveer op 8 minuten en die eindigt ongeveer op 28 minuten. Tussen deze twee rode stipjes, stippellijntjes. En dan heb je dus een golf of een periodetijd van 20 minuten. Wat ook goed is, is dat je zegt, ik zie hier drie golven. Ze zijn niet allemaal even lang, maar ik pak gewoon het gemiddelde. Ik zie drie golven en die drie golven beginnen op 8 minuten en die eindigen op ongeveer 55 minuten. Dan hou ik 47 minuten over voor drie golven. En als ik 47 deel door 3, dan kom ik uit op iets minder dan 16 minuten. Nou, met allebei mag je doorrekenen, maar we hebben natuurlijk die trillingstijd wel nodig. Ik reken eventjes met de eerste situatie. Dus de trillingstijd is 20 minuten. En natuurlijk gaan we daar in een formule invullen. En dan moet ik het wel in secondes invullen. En 20 minuten maal 60 seconden geeft 1200 seconden. De snelheid waarmee de golf beweegt kunnen we ook uitrekenen. Weer met deze formule. Wortel g maal de diepte van het water. Nou, we hebben net afgelezen dat het ongeveer 12 meter diep is onder de boot. Waarop je krijgt 9,81 maal 12 en daar de wortel van geeft ons een golfsnelheid van 10,8 meter per seconde. Die twee gaan we combineren met de bekende formule lambda is v maal t. Want uiteindelijk willen we lambda natuurlijk bepalen. Lambda is v maal t. We weten v en we weten t. Dus dit kunnen we gewoon invullen. 10,8 maal 1200. Levert afgerond op twee significante cijfers een golflengte van 13 maal 10 tot de macht 3 meter, oftewel 13 kilometer.